Je mag eens over iets daar. Zelf? Natuurlijk aangekomen. Ik donder nog achterover. Oké, nou we gaan eerst de video openen. Ja, jij zit hoger dan ik, want ik slaap nog een beetje in. Oké, ik ga eerst de video openen. Ja? En dan zeg ik van mooi onderaan. Ja. Hoi allemaal, leuk te kijken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken. Zoals je in de titel hebt gezien, ben ik vandaag met mijn moedertje. Nou, stel je maar even voor. Nou, ik ben dus de moeder van Sarah en mijn naam is Anoushka. En nou, ik ga met haar een mukbang doen. Geen idee wat het is. Nou, mijn moeder ziet natuurlijk altijd maar filmen en mukbangs maken. En ze zegt, ga het een keertje met mij doen. Ik wil het ook doen. Dus we hebben lekker sushi besteld, want ja, dat vinden we heel lekker. En ondertussen gaan we allemaal leuke vragen beantwoorden die jullie hebben gesteld op mijn Instagram. Dus, ben benieuwd. Ja, ik ook. Oeh, wel een beetje spannend hoor. Ja, snap ik. Maar het komt helemaal goed. Nou, we gaan dus eten uit deze sushi schaaltjes. En deze zijn super leuk, want deze heeft mijn moeder zelf gemaakt. Iemand vroeg ook al van, ik ben echt benieuwd hoe je met je moeders webshop gaat en zo. Oké. Mijn moeder heeft een webshop. Nou, dan is het misschien wel leuk dat ik hier even op inhaal. Ja. Want ik maak gewoon niet alleen die schaaltjes. Maar ik ben keramist. Ik maak zelf heb ik een mooi concept met allerlei keramiek. En ik heb een hele eigen huisstijl. En het leek ons leuk om dat ook een beetje in deze mukbang te betrekken. Ik zal sowieso een linkje van mijn moeders website in de beschrijving zetten. En haar Insta staat hier. Dus dan kun je er ook volgen als je geïnteresseerd bent. En ja, we gaan ook eten van deze leuke bordjes die ze heeft gemaakt. Helemaal leuk. Er zijn echt niet normaal veel vragen gesteld. Oké. Dus we gaan sowieso niet alles kunnen behandelen. Maar we willen nog een andere video maken dat ik mijn moeder ga opmaken. Dus dan kunnen we misschien ook weer wat vragen. Lijkt me ook best wel een keer leuk. Oké, nou misschien de eerste leuke beginnende vraag is. Wat vind je er eigenlijk van dat ik aan YouTube doe? Ik vind het enorm dapper van je dat je dat ooit bent begonnen als klein meisje van 13 jaar. Ja, dat was ook een vraag van, zeg maar, toen ik het als eerst vertelde, wat dacht je toen? Geen idee wat dat inhield. Ik dacht, nou ja, leuk joh, die spelen wat met een camera. Maar in no time had die dame weet ik hoeveel volgers. En ondertussen wist ze ook heel goed hoe ze filmpjes moest bewerken en hoe ze het echt heel knap. Op 13 jaar begon dat al. Ik vond dat echt heel knap hoe ze dat deed. En nou, daar werd je ook zomaar succesvol in. Ja, en toen is het even een tijdje... En toen had je er even een paar jaar geen zin in. Nee. En toen was ik eigenlijk wel weer een soort verbaasd dat je het weer ging oppakken. Toen je opleiding begon. Ja, had je dat ooit nog verwacht? Ik was er niet mee bezig. Nee. Maar had je ooit gedacht dat het zomaar zo zou uitpakken? Ik heb daar geen verwachtingen over gehad. Nee. Het gebeurde. Wat vind je het minst leuke aan dat ik YouTube doe? Wat ik wel eens lastig vind is dat jij je heel kwetsbaar opstelt. Ja, bekendheid geeft aan je leven. Lekker eten. Ik ga proberen te eten, want het is ook praten. Maar je mag een beetje met de mond vol praten. Oh, daar ben ik helemaal niet van, weet je. Nee. Nee, dan weet je dat ook gelijk. Dus ja, als jij vraagt wat vind je moeilijk aan dat je ook YouTube, nou toch wel die kwetsbaarheid en je bent dan 17, 16 en nog niet helemaal ben je ervan bewust wat de consequenties kunnen zijn van wat je deelt. Maar ja, tegelijkertijd heb ik het ook maar losgelaten en dacht ik, ja dan moet dat ook maar je leerles worden. Ik kan niet continu zeggen, nee dat mag er niet op. Ja, dat mag er wel op. Ja. Dus ik moest dat loslaten. Dat heb ik ook tegen moeder gezegd toen ik begon. Ik zeg, ik wil het heel graag doen. En je mag het zien, maar ik wil er niks over horen. Dat heb ik nog tegen je gezegd, weet je dat nog? Ja. Van, je mag het kijken. Niet te doen voor een moeder hoor, niet te doen. Je hoeft het niet te kijken, want je kijkt volgens mij ook niet alles. Dan moet je wel heel... En moet ik echt zulke grote brokken voor de camera op zitten eten? Ja, dat is wel vreselijk. Ik snap een mukbang niet hoor. Nou, het hoeft niet helemaal... Wel heel lekker. Ja. Dan vraagt iemand, heb je wel eens getwijfeld over vriendjes van Sarah? Nou en op. Nou en op. Even wachten, even happen hoor. Nu komt het hoor. Dit wordt knippen. Wel lekker. Deze. Ja. Het is wel heel lastig voor eten en... Ja, maar je moet niet te veel over denken. Oh, oké. Nou. Maar je hebt wel eens getwijfeld. Nou,
getwijfeld. Kijk, als jij 15, 16 bent en je komt met een vriendje thuis, dan is dat gewoon hartstikke spannend en leuk. Ja, wat vond je daarvan? Nou, tuurlijk, je kijkt dat aan en het is gewoon heel leuk, zo'n jonge liefde. Ja, dat is heel mooi. En vervolgens koos jij niet voor het meest makkelijke. Nee. En was het een jongen met een afkomst? Dat was Marokkaans. Ja, en dat geeft helemaal niks. Maar die hebben hele andere belangen en die kijken anders naar dingen. En ja, waar hij hier al een ruimte kreeg, gold dat niet voor jou op zijn plek. Nee. En dat maakte het, vond ik voor jou heel sneu. Vond een super aardige gast. Ja, zeker. Maar dan zie je toch de cultuurverschil. Kwam het toch ons gebroken eigenlijk. Ja, dat lukte niet. Maar dat geeft niet. Het is je eerste vriendje. En het hoeft allemaal niet gelijk pasboem raak te zijn. Het leven is ook leren. Zeker. En dat, daarvan heb jij denk ik ook weer je conclusies getrokken. Zeker, daar heb ik wel veel van geleerd, ja. En dan zal ik even een vraag beantwoorden van mezelf. Kan jij met je heen? Nou, heerlijk. In hoeverre kan ik mezelf herkennen in jou? Nou, dat is echt heel veel. Steeds meer eigenlijk. Echt vroeger dacht ik, als ik puber, dacht ik wil echt niet mijn moeder zijn en zo. En heel veel mensen zeggen altijd dat we elkaar lijken en dat we echt hetzelfde zijn. Maar waar ik mezelf in jou kan herkennen is, ja, misschien wel die felheid. We zijn allemaal best wel fel. We hebben best wel snel ons woord klaar liggen en mijn vader die zit hier altijd een beetje tussen van, nou, kan het ook een keer rustig. Arme papa, die zit in een vrouwenhuis. Maar ja, misschien en jij, herken jij jezelf wat van toen jij vroeger jong was of in mij? Nou, ik was een heel braaf, gehoorzaam meisje. Tenminste, zo kijk ik ernaar nu. Jij bent gewoon wel eentje die ervoor gaat. Je hebt lef, je bent niet zo bang. Je hebt wel veel meer je vrijheid. Ik vind wel dat jij dat heel, heel knap doet. Maar dat komt omdat jullie me wel die ruimte hebben gegeven. En achteraan alles zit ook wel weer een verhaal. En er zit ook geen goed of fout aan. Maar waar herken ik? Nou, wat ik ook wel van jou herken is dat ik vroeger ook veel meer me comfortabel voelde in de belangstelling staan. Terwijl ik dat nu helemaal niet meer zo comfortabel vind. Maar vroeger was dat toch wel een soort droom. Maar ik wil beroemd en bekend worden. Echt? Nou, dat leek mij best wel leuk. Oh. Nou, ik denk dat het niet zo'n makkelijke weg is. Dus ik ben eigenlijk blij dat dat niet gebeurd is. Nee. Nou, dan hoort het misschien gewoon niet bij jou. En jij hebt die mogelijkheid om het zo uit te pakken. En wat ik ook herken is dat we allebei wel creatief zijn, mogelijkheden zien. Jij bent ook best wel van snel de hoofdpunten kunnen zien en die om te zetten naar iets leuks. Nou, dat kan ik ook wel. Ja, en allebei op onze eigen manier wel. Allebei op een heel eigen manier. Ja, maar je zal ook zien, naarmate je ouder wordt, ga je ook dingen anders bekijken. Ga je ook weer dingen anders doen. Zegt een wijze moeder. Alles wat ik nu doe, denk ik misschien over 2 jaar of misschien over een jaar al. Waarom denk ik zo? Wat vond je ervan toen ik voor het eerst uit wilde gaan en zo? Doodeng. Want je was nog best wel jong. Ja, ik was best wel jong. En dat was altijd niet bij ons thuis. Want ja, wij wonen in een dorp en dan woonde jouw vriendin in Alphen aan de Rijn. En daar waren meer uitgaansmogelijkheden. En dan bleef ik slapen. Nooit thuis, dus je was eigenlijk niet waar ik sliep. Ik sliep eigenlijk gewoon altijd thuis bij vriendin. Maar... Nou, ook daarbij had ik zoiets van, ik geef jou maar het vertrouwen. Wat niet altijd... Goed is uitgepakt. Wat niet altijd zo had kunnen moeten zijn. Maar aan de andere kant zag ik ook wel dat je de dingen wel deed. Zoals het mocht en goed was. Je deed geen echt gekke dingen, maar tuurlijk, het is niet altijd... Als moeder zie je het niet. Ja, ik vond het ook doodeng. 'S Nachts naar huis en... Ja, dat is gewoon echt het is ook, vervelend. Het is ook niet dat je bijvoorbeeld weet dat dan bijvoorbeeld, oh, je bent 2 uur thuis, je ligt veilig thuis. Nee. Dat weet je niet. Nee. Hoe ik thuis... Ja, weet je, ik sliep altijd ergens anders, dus dat snap ik ook. Hoor. We hebben je ook in de nacht opgehaald, hè? Ja, ja. Of ik ben ook een keer nog thuis gebracht. Ja. Toen had ik huisarrest daarna. Toen had ik me niet zo netjes gedragen. Nee, niet echt. Het was niet echt verstandig. Nee. Hebben moeders door als hun kinderen liegen over met wie ze afspreken? Bijvoorbeeld een jongen.
Ja, lekker, je gaat er toch vanuit vertrouwen uit. En dan denk je, oké, ze gaat afspreken met vriendinnen. En opeens komt er dan zoiets van, hé, hier klopt iets niet. Ja. Maar dat komt dan vaak pas later en dan blijkt het vaak wel zo te zijn. Ja. Maar met een jongen afspreken is ook helemaal niet erg. Het is erg als je het er niet over hebt. En dat je het verzwijgt. Vroeger durfde ik niet met jou te praten. Durfde je niet met mij te praten? Ik durfde echt niet te zeggen. Ik was zo bang. Ik was me helemaal druk aan maken van, stel ik krijg ooit een vriendje, hoe ga ik dat zeggen? Terwijl, dat is ook spannend. Want eigenlijk is het niet eng om iets te zeggen, maar... je bent bang voor de reactie. Het is denk ik meer eng dat je aangeeft, ik ben er klaar voor om met een jongen om te gaan. Ja. En ik denk dat daar meer de angst zit dan dat je het echt durft uit te spreken van dingen niet wil vertellen. Maar dat het eigenlijk is van, ik vind het eng om te zeggen dat ik al naar jongens kijk en dat ik jongens leuk vind. Mm-hmm. Denk je ook niet? Ja, dat denk ik ook. Maar op die leeftijd ben je heel onzeker. Dus... gaat ook nooit meer over, hoor. En je ouders, ja, toen jongens zijn natuurlijk veel strenger. Maar je wilt natuurlijk gewoon je kind... Want nu ben je veel meer strenger dan toen ik 15, 16 was. Mm. Dus... Maar, jij noemt het streng. Ik noem het beschermend. Ja. Het is natuurlijk ook allemaal nieuw voor jou. En dat besefte op toen, dacht ik echt van... waar zeur je nou om, weet je wel? Er is helemaal niks aan de hand. Maar nu... denk ik ook wel van, ja, als zou ik kinderen krijgen, je kind die moet je zomaar loslaten. Je hebt al die jaren zo veilig bij je gehad en dan opeens... Dat is niet zo makkelijk. Nee. Nee. Maar aan de andere kant zie je ook gewoon dat je met leuke vriendinnen thuis kwam. Ja. En dat je je schoolwerk gewoon deed, je had een baantje. Dus zolang je ziet dat je kind gewoon lekker functioneert... Ja. Ja. En ze zullen daar ook wel eens rottig gaan bij nooit, zitten, maar dat hoort er ook bij. Tuurlijk. En ik had ook nooit... probleem met school of dat ik hele verkeerde vrienden had. Nee, je denkt niet, nee, dat was er niet. Dus kijk, als je ziet van, hé, mijn kind zit niet lekker in zijn vel of die is makkelijk te manipuleren tot iets. Ja. Dan denk ik dat je veel eerder zoiets hebt van, gaat dat allemaal wel goed? Maar dat had ik niet bij jou. Even een hapje nemen. Ja. Ja, dan had er heel veel meiden die vroegen van, hoe durf je zeg maar, nee wacht, de vraag was, hoe was de eerste keer dat ik ongesteld was en of ik dat aan jou durf te vertellen? Heel veel vragen ook van, hoe is het als moeder zijn dat je dochter vertelt dat ze ongesteld is of is dat raar om te vertellen? Nou, ik denk dat jij het misschien moeilijk vond om te vertellen, maar ja. Als moeder, het is gewoon wat bij het leven hoort en als meisje ongesteld gaat worden, dan hoort dat niet uit bij het leven. Dat is denk ik iets wat gevierd mag worden. Zeker, maar op dat moment denk je dat dat heel raar is. Of dat het heel awkward is. Dat normaal staat van wereld, jij bent ook ooit ongesteld geworden. Je bent het ook zo vaak. Dat niet alleen, het is denk ik het mysterie van het leven. Ja, dat is het enge denk ik. Dat het zo... Het is denk ik, ik weet het niet. Om aan te geven, hé, mijn lichaam is een vrouw aan het worden. En nu moet ik dat gaan delen. En hoe doe ik dat? En ik ben er zelf nog niet aan gewend. En dan gaan ze me misschien anders bekijken. Ik weet niet wat er allemaal precies in zo'n kinderhoofd omgaat. Ik weet nog. Ik had je wel meteen geroepen van, oh, ik ben ongesteld. Wat dacht je toen? Weet je dat niet meer? Nee, geen idee. Ja, het was niet heel vroeg. Dus misschien dacht ik wel, nou, fijn. Ja, bij mij was het wel eigenlijk een soort van, bij heel veel vriendinnen waren het al een soort van. Dus ik had ook al een soort van heel veel vriendinnen om me heen die het ook al hadden verteld. Dus het was niet de eerste. Nou, gewoon wat je over kan zeggen is, je moet gewoon sowieso tegen je moeder zeggen. Want je moeder vindt dat helemaal niet raar. Nou, wat het allerbelangrijkste is dat je je moeder altijd in vertrouwen moet nemen. Het hoort bij het leven. En eigenlijk vind ik dat we daar best... is wat eervoller mee om mogen gaan. Want het is eigenlijk wel iets heiligs, vind ik. Ja. Je gaat van kind naar vrouw, er verandert iets in je lichaam. En hoe mooi is dat? En dat zou voor mij in een heel ander daglicht terecht mogen komen. In plaats van dat een kind angst voelt, is dat een kind eigenlijk een wauw-moment moet hebben. Van kijk wat er met me gebeurt en ik mag dat. En dat mag. En het hoeft allemaal niet groot en breed naar buiten. Het mag gewoon in huis, want ik ben daar helemaal niet van om dat op straat te leggen.
Maar vooral dat je het iets ziet als maar niet dat iets het moois. Een taboe is. Het nee, is er... en ik denk dat er nog steeds best wel een taboe is. En dat vind ik eigenlijk... Want er heel vies en tal... Nee, het is gewoon hartstikke normaal. Elke als het vrouw... er niet is, dan ben je denk ik meer in de stress. Ja. Het is juist... En het is iets heiligs wat wij vrouwen ook mogen eren. Dat wij dat... Ja. Dat wij dat dus ons leven ook dragen. Het is niet altijd leuk. Ja, zeker. Vind ik mooi van jou. Ja. Stel, ik zou stoned thuiskomen. Wat zou je dan doen? Nou, dat zou ik wel moeilijk vinden. Ja? Ik denk dat ik dan wel stress voel. Maar dat ik dan denk van, oké, morgen maar praten. Want nu ben ik er te emotioneel over. Ja, als ik stoned thuis zou komen. Zou je dat heel erg vinden? Ja, dat zou ik toch wel heel moeilijk vinden, ja. Hoezo? Ik vind het al lastig als je te veel gedronken hebt. Dat vind ik al helemaal niks. Nou, omdat ik... Maar bijvoorbeeld sommige mensen die blowen heel veel en die drinken niet. Ja. Dat is eigenlijk het soort van... Als daar openheid over zou zijn, vind ik dat minder moeilijk dan dat als iemand op één stoom thuis komt. Ja, oké. Stel je zou weten dat ik het doe en ik zou een keer stoom thuis... Ik vind sowieso veel gebruik maken van die middelen is oppassen. Ja, iemand vroeg er ook van wat zou je van vinden als zou je kinderen drugs doen? Nou, je hebt geen controle over je kinderen, dus je kan er denk ik wel met ze over praten. Maar op een bepaalde leeftijd willen ze toch niks van je horen en aannemen. Voor je het weet, neemt het vormen aan die niet makkelijk zijn om terug te draaien. Nee. Daar kan dan een stuk stress zitten voor moeder. Maar wat zou je ervan vinden? Wat vind je ervan als ik dat doe? Wat vind ik ervan? Nou, dan hoop je maar dat dat goed gaat. Ja. En ik zou ook kijken van, ja, wat zit er achter dat je dat allemaal zo graag wil? En in welke mate misschien ook? Hoe vaak? Ja, maar ja, dat is met die leeftijd ook nog lastig. Kijk, nu word je wat ouder. En in onze tijd was het al helemaal uit een boze dat er dingen gebruikt werden. Nu kijk ik er al heel anders naar. Maar alsnog is het... Denk ik wel heel belangrijk dat je in contact blijft met je kind hierover. Maar ik zou het echt wel een dingetje vinden hoor. Ja, ik vind heel veel drinken ook niet handig. Nee, vind je ook niet leuk? Nee, vind ik niet handig. Niet handig. En ook heel slecht voor je lichaam. Want ik vind dat je heel goed voor jezelf en je lichaam moet zorgen. Ja. Wat vind je ervan dat je op een jongere leeftijd oma werd? Nou, op dat moment vond ik dat best wel even een... Ja, een idee waar ik nooit bij stil had gestaan. Waar ik enorm aan moest wennen. Maar toen het zover was, was het allermooiste wat ons overkwam. En nu nog steeds? En het is nog steeds schitterend. En iemand vroeg ook, stel ik zou er nu mee komen. Dan zou ik denken, oh mijn god, echt nog een keer. Hè? Wat gebeurt hier dat het bij twee kinderen dan zo gebeurt? Maar wat zou je ervan vinden? Zou je dan blij zijn? Ik zou nooit weten hoe ik het echt zou vinden, want het is niet zo. Nee. Maar net als bij je broer zou ik denken van, nou, het leven zal wel zo bedoeld zijn. Als het je overkomt en jij en je vriend, nou ja, je hoopt wel dat je dan samen een mooie weg hebt te gaan. En ik zou het ook weer ondersteunen, net als bij Stijn. Je ondersteunt het. Als je ziet dat ik het echt heel graag wil. Als ik zie dat je erachter staat, dan denk ik, ja, je bent niet onverantwoordelijk daarin. En je kan het dragen, dan denk ik, ja, nou ja, je bent niet de enige. Ja. En ook veel vragen over wat je van Stan vindt. Nou, een hele goede gast. Ja. Vind je dat lekkere, hoe zeg ik dat niet, ongecompliceerd. Hij is heel... Gewoon stabiel. Ja, stabiel, maar hij is ook no nonsense. Wij zijn allebei veel meer van de emotionele uitspatting. En hij zit veel meer op het rationele stuk. Dus ik denk wel een mooie tegenhanger voor jou. Ja, ja, zeker. Ik ben ook heel blij mee. Maar ik vind het wel leuk om hem als schoonzoon te hebben. Ik vind het heel leuk om hem als schoonzoon te hebben. Gelukkig maar. Ja. Wat? Hoe was ik vroeger als kind? Je was als heel klein kind, tot je derde, vierde jaar, was je echt gewoon een beetje de kat uit de boom kijken. Ja? Lief. Je was gewoon heel altijd lekker aan het spelen. Je hield al wel van dansen en muziek.
je kon gewoon heel goed jezelf vermaken. Ja. En als puber? En je speelde heel graag ook met andere kinderen. Nou, toen je ouder werd, toen zag ik wel dat je gewoon heel erg graag met andere kinderen, meisjes wilde spelen ook. Je lag altijd heel goed in de groep. Iedereen wilde ook met jou spelen. Jij was heel makkelijk in de omgang. Je had altijd leuke ideeën om te doen. Je was altijd wel een soort positieve vibe, denk ik, ja, over andere kinderen. Nou, dat is heel grappig dat je het zegt, want dat vinden mensen enthousiast op YouTube zo leuk aan mij. Dus dat zat er denk ik al in. Ja. Ja. En als puber? Begon je wel meer je eigen ding te doen. Dus mama is dan even niet zo in beeld. Die wil je er vooral uitduwen. Geen mama alsjeblieft. Jij wist het allemaal wel en jij wist het allemaal wel beter. Maar jij deed verder wel ook heel goed je best voor school. Je rommelde het op je eigen manier wel aan elkaar. En je had heel weinig begeleiding nodig. Eigenlijk was je best wel zelfstandig in bepaalde dingen. En sommige dingen ook helemaal niet. Kon je wel weer een soort van naïef in zijn. Ja. Maar jij me had gewoon heel erg gelaten. Nou, weet niet of ik jou heb gelaten heb, maar... Je hebt me de ruimte gegeven om mezelf te zijn en te ontwikkelen, denk ik. Nou, hoop ik. En dat zal echt niet altijd gelukt zijn. Maar ik heb wel mijn beste voor gedaan. Nou, dat zie ik. Mami. Nou lijkt het altijd alsof het heel erg gezellig ja, is. Ja, maar we kunnen ook echt hier ook flink knallen, hè? Het kan. Juist omdat we ook zoveel op elkaar lijken, kunnen we zo botsen. Dus... En weet je wat ook nog wel leuk is om te melden? Nou. Waarin wij heel erg op elkaar lijken. Ik ben heel high sensitief. High sensitief. Ja. Hoogsensitief. Hoogsensitief. En ik zie bij jou ook een gevoeligheid. Ik heb mijn intuïtie behoorlijk ontwikkeld. En leef heel erg op mijn gevoel. En ik denk dat daar voor jou nog een hele te leren is. Nou, een mooie weg ligt en dat daar nog te leren is. Dat je vanuit je eigen hart stappen gaat maken. In plaats van wat de buitenwereld van jou wil zien. Maar ik ben sowieso niet iemand die heel erg bezig is met anderen please hoor. Ik doe sowieso heel erg wat ik zelf jij wil. Jij bent altijd heel stabiel geweest. Jij bent niet iemand... Je bent aan de ene kant heel erg goed te motiveren en te enthousiasmeren. Maar je bent ook wel iemand die die heel erg wel zijn eigen dingetje... Ik laat me niet zomaar gek maken door anderen of zo. Dat nee. Helemaal niet. Nee, nee. Ik ben daar niet gevoelig voor ook. Nee, nee. Maar dat is ook wel door de leeftijd wel meer. Toen ik 15, 16 was, kon ik wel een beetje groepsdruk ervaren en zo. Van ook wel een beetje bij horen en zo. Maar nog één vraagje. Ja. Mag ik eerst nog even een hapje nemen? Maar. Hoe kan je als moeder zijnde een kind kleineren en depressief maken? Dat is mijn verhaal. Zo, dat is een behoorlijke lading. Dan word ik heel verdrietig als ik dat hoor. Dan word ik altijd heel verdrietig als er iemand dat erin zet. Nou, dat vind ik nogal wat. Ja, dat meen ik serieus. Dat overvalt me. Denk je dat als moeder zijn dat... Ja, je kan je kind natuurlijk behoorlijk kleineren, ja. En die moeder maar denk je dat dat echt bewust vanuit die moeder is? Dat weet ik niet. Dat vind ik heel moeilijk, omdat dat zou kunnen. Nee, ik ken diegene natuurlijk niet. Maar dan doet die moeder dat uit angst, denk ik. Daar zit ook een verhaal achter, want misschien is zij daar zelf in opgegroeid. En denkt zij dat dat de weg is. Ja. En die moeder probeert denken, ik denk altijd dat iedere moeder vanuit zijn allerbeste probeert een kind groot te brengen. Dus eigenlijk is misschien wel de opdracht aan degene die die vraag heeft gesteld van, ga eens kijken naar het leven van jouw moeder. Wat is daar gebeurd? Want daar zit denk ik de oorsprong. Ja, want ze zegt, ik vind het onbegrijpelijk, dus ze begrijpt het waarschijnlijk niet. En dat is vreselijk als het je overkomt. Maar wat is er met die moeder gebeurd? Kunnen wij alles met elkaar bespreken? Ja en nee. Ja. Ik vertel jou wel dingen, maar echt lange zijn we niet alles. En daar ben ik ook wel eens blij om. Ik hoef ook niet alles te weten. Want ik kan me ook best wel dan wel eens zorgen maken. Ik merk nu jij 20 wordt. Dat je ook aan het volwassener worden bent. En iets meer nadenkt over van... Wat zijn de consequenties van dit gedrag? Wat zijn de consequenties van wat ik nu doe?
En nou moet ik ook zeggen dat je niet over altijd alles over na moet denken, want dan wordt het ook niet gezellig. Dingen gebeuren ook spontaan. Als er zou er echt iets zijn, dan kan ik altijd bij je terecht. Maar kleine dingetjes. Ik heb voor mij bijvoorbeeld niet een band dat ik echt met helemaal mijn vriendinnen en alles met jou bespreek. Want sommige moeders die vertellen ook over hun vriendinnen van alles. Ja. Maar dat hebben wij niet echt. Dat we echt over elk klein dingetje praten. Nou, ook wel. Maar niet in detail. Gewoon als er echt iets, bijvoorbeeld als ik ruzie heb of het is juist iets leuks. Ja, soms vertel je dingen en soms niet. En soms heb ik zelf ook genoeg aan mijn hoofd. En is het ook wel eens fijn als jij gewoon je eigen dingetje hebt. Het gaat er denk ik om dat je je veilig voelt bij de ander. Ja, en dat heeft niet altijd te maken met alles vertellen en altijd de behoefte hebben om alles te willen delen. Maar wel over, ik weet dat ik bij mijn moeder terecht kan of bij mijn vader of thuis. Ja. Het gaat eigenlijk over thuis. Wat jou vertelt over andere dingen als dat ik papa zeg. Het zal best heel goed kunnen. Ja, ik denk met name dat het belangrijk is dat je in ieder geval veilig voelt thuis. En dat je het gevoel hebt van, ik mag me ontwikkelen, ik mag... natuurlijk heb ik mijn verantwoordelijkheid naar thuis toe. Maar ik mag ook zijn wie ik ben. Zeker. Maar als ouders zijn, gun je dat ook je kind. En toch is het ook weer moeilijk. Daar moet je moet ik echt eerlijk over zijn. Het kan ook moeilijk zijn. Ja. Ja. Nou, maar we doen ons best. Ja, je doet het heel goed hoor. Oeh, nou, ik krijg allemaal veren. Hey. Ik krijg allemaal veren op me. Nou, soms kan ik ook tegenovergestelde zeggen, maar... Ik vond het wel leuk om gewoon een keer zo'n gesprek te hebben. Want normaal in het dagelijks leven ga je niet echt over deze onderwerpen praten. Niet zo gauw, nee. Nee. Nou, doen wij dat nog wel eens. Ja. Maar als we in de auto zitten bijvoorbeeld. Ja. Als we echt zoiets met elkaar. En de laatste tijd hebben we heel weinig met elkaar gedaan met corona. Kunnen we samen nergens heen. Nee. En ik hou van hele andere dingen doen dan jij. Ik hou heel erg van. Nou, wij houden allebei van shoppen. Ik vind shoppen heel leuk. Ik vind het leuk om met jou mee te gaan. En lunchen vind je ook leuk. En een keer lunchen. Maar ik hou ook heel erg van de natuur, de rust. De eenvoud. En jij houdt nog van heel veel. En een heleboel toeters en bellen en bombari. En vooral echt goed druk. En daar ben ik niet altijd. Daar heb ik niet altijd zo'n zin in. Zoek elkaar wel, bedoel je? Ja, we zoeken elkaar ook wel regelmatig. Nou, ik vond het heel leuk dat je mijn video was. Nou, ik vond het eigenlijk ook wel een hele leuke gesprek. Ja, zie je ging best wel goed, hè? Zie je dat het heel leuk is, gewoon een mukbang? Mijn moeder die had altijd iets van, wat is een mukbang? Wat is dat? Nou ja, ik moet zeggen, het eten gaat niet heel makkelijk met praten tegelijk. Ja, maar dat snap ik ook. Dat snap ik voor jou wel. Dus ben je niet gewend. Ja, nee, ook dat. En voor een camera en praten. Nou ja. Nou jongens, vonden jullie dit nou leuk? Vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te geven. Als je vaker een video met mijn moeder wil, moet je dat laten weten. En dan moet je ze een duimpje omhoog geven. En dan gaan we een video maken dat ik jou ga opmaken, toch? Nou, dat lijkt me sowieso een keer leuk om een keertje opgemaakt te worden zoals jij dat doet. Ja. Want ik ben altijd helemaal verbaasd welke lagen er allemaal verschijnen. Ik vind make-up wel leuk, maar niet zoveel. Ik doe niet zoveel op als jij. Maar ik heb zoiets van, probeer het maar een keer. Nou, helemaal leuk, gaan we dat doen. En dan kunnen we nog meer vragen beantwoorden. We hebben helaas niet alles kunnen beantwoorden. Nou, ik vond het echt een geslaagde video. Ik vond het helemaal leuk, man. Nou, graag super leuk, dan kennen mijn kijkers jou ook een beetje. Ja. Want normaal, jij bent nooit eigenlijk op beeld. Nee. Alleen omdat het vaak onverwachts gebeurt, vind ik dat dan niet zo leuk. En ik wil niet daarin betrokken worden. Nee, nou, ik blijf er liever een beetje uit, maar dit is iets waarvan ik weet wat we gaan doen. En je kan je voorbereiden. En nou, superleuk. Goed. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet op de abonneerknop te klikken als je nog niet geabonneerd bent. En de notificatie wel aan te zetten. Dan blijf je namelijk altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei! Doei doei!